Janos, wat een feest om jou te ontmoeten. Nou, dat is geheel wederzijds. En wat ik ook heel leuk vind, is dat we toen we voor het eerst contact opnamen, een afspraak wilden maken om elkaar te ontmoeten. Dat is nu niet mogelijk, maar dit tijdperk laat het toe dat het wel mogelijk is. En dat is natuurlijk heel mooi. Het is heel fijn om contact met je te hebben. Het voelt heel goed. Ja, dat is absoluut wederzijds. Voelt als een verbinding die al heel lang aanwezig is. Ja. Hey, en jij zit in Alkmaar, ik zit in Zuid-Frankrijk. Dus we zijn nou, zo'n 1400 kilometer bij elkaar verwijderd. Van elkaar verwijderd. Maar goed, Fysiek. precies, fysiek tijden gaan. Hey, en we vonden het allebei een gaaf idee om onze kennismaking ook gelijk in een podcast vast te leggen. Zodat we elkaar dingen kunnen vragen. En ja, mensen ook die mij kennen, die kunnen jou leren kennen. En die jou kennen, die kunnen mij leren kennen. En ja, ik heb natuurlijk ook dingen die ik graag wil weten. Want ik heb veel van je gehoord. Ik ken je kunsten, ik ken je schilderijen, je muziek. Ik heb die activatie gevolgd afgelopen maandag. Ik vond het heel fijn, heel zuiver. En dan kom je op een gegeven moment bij elkaar. Want jij hoorde wat Ja. over mij en jouw netwerk. En dan in één keer dan vind je elkaar. En dat is nu. Ja, dat is magie. Dit is magie. Ja. Ja, dat is magie. En dan wil jij beginnen? Even voor mensen die je niet kennen. In het kort, Janos. In het Zeg je kort. Janos of Janos? Janos. Janos. Janos, ja. Is trouwens niet mijn geboortenaam. Ik kom uit een familie waar heel veel Jannen in zaten. Vijf neven die Jan heten, opa, ooms die allemaal Jan heten. Ze kregen als kind allemaal een bijnaam. En mijn bijnaam was Janos. Die heb ik eigenlijk altijd gehouden. En dat resoneert met me. Ik voel me daar heel prettig bij. Dus vandaar. Ja, waar ga ik beginnen? Ik doe dit nu zo'n 15 jaar, denk ik, wat ik nu doe. Het is geen plan die ik had om dit te gaan doen. Dat zat helemaal niet in mijn planning. Ik had ook gigantische angst voor afwijzing, dus dan ga je helemaal niet dit soort dingen doen. Maar op een gegeven moment voel je je geroepen en dan gebeuren er dingen in je leven en dan is er geen weg meer terug. Zo ben ik in 2003 eigenlijk dit heel rustig gestart. Eerst een beetje in een soort dubbelleven. Dus heel klein. In mijn vriendenkring en in mijn wereld was spiritualiteit not done. Dus ik deed een beetje stiekem. En ja, op een gegeven moment was het niet meer te houden. Dan denk je, ja, maar hier ben ik hiervoor. Dit moet ik doen. Dit voelde ik in elke cel. En dan ga je in de slag met je patronen. Angst voor afwijzing, angst om veroordeeld te worden. Dus dat was best wel een trajectje, moet ik je zeggen. Ja, Maar ik ben heel wat gelukkig. deed jij? Wat deed jij voor die tijd? Ik werkte in de reclame. Ik was grafisch ontwerper. En aan de commerciële kant. En ik liep tegen een burn-out aan. Maar ik had mijn leven top voor elkaar, dacht ik in die tijd. Ik had een prachtig huis, ik reed in een mooie auto. En een vriendin en ik verdiende heel goed. Dus alle redenen om gelukkig te zijn, zoals men dat zegt. Totdat ik in het Vondelpark liep en een zwerver recht op me afkwam. Me stevig beetpakte, me diep in de ogen keek. Die ogen zie ik nog steeds voor me. En me vroeg, goh, ben jij gelukkig? En het was een blikseminslag. Echt zo van, shit, nee. Ik dacht dat ik gelukkig was. Dat heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. En toen begon ik ineens plotseling beelden te zien. En een paar weken later een stem. En toen dacht ik, nu is het tijd om de huisarts te gaan bellen. Is niet goed. En gelukkig heb ik er heel erg getroffen met mijn huisarts. En die zei, ga maar eens luisteren naar die stem. En dat heb ik gedaan. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Mooi. En nu voel ik elke dag, ik heb de leukste baan ter wereld. Ja, want je bent nog steeds vormgever. Je was vormgever en Ja, dat die maar nu talenten anders. gebruik je nu op een andere manier. Ja. Ik denk als ik terugkijk in mijn leven, alles wat ik heb meegemaakt en wat ik geleerd heb, wat ik vaak niet begreep van hè, waarom overkomt me dit? Of waarom ga ik nu die richting op? Viel toen allemaal op zijn plek. Dat ik denk, mijn hele leven is voorbereid om dit te gaan doen. Zo lijkt het. Ja. Ja, herkenbaar. Ja. Ja. Want wat jij bent gaan doen, is je bent met geometrie aan de slag gegaan. Ja.
Ja, daar is mee begonnen. Ja. Ik begon die beelden te zien. En die ben ik gaan maken. Dat was heel meditatief. Dus mee gaan spelen. En dan laat je het eerst een beetje aan directe vrienden zien. En die werden heel erg geraakt. Die werden emotioneel als ze er naar keken. Dan denk ik, hey, hier is iets mee. Maar wat wist ik toen nog niet? Toen heb ik als hobby een heel klein websiteje gemaakt. Niet onder mijn eigen naam. Want ik deed het allemaal nog een beetje stiekem. En die website ging gelijk de wereld over. En ik kreeg reacties dat mensen dingen in hun lichaam voelden. Dan denk ik, hey, hier is echt iets vreemds aan de hand. Totdat ik één berichtje kreeg, en dat was mindblowing voor mij. Dat heeft me echt een week opgesloten. Die iemand zegt, wat jij maakt zijn graancirkels. En ik ben toen naar de graancirkels gaan zoeken. En ik heb ze allemaal gevonden als graancirkel. Terwijl ik totaal niks met graancirkels had. En toen denk ik, hier is iets aan de hand. Dit is heel vreemd. En toen kreeg ik dus contact met Arcturianen. Een energievorm van buiten de aarde. Die vooral werken met kwantumfysica. En via geometrie trillingen op, frequenties opwekken en in beweging zetten. Om het even simpel te houden. Een deel van de graancirkels, ja. Die maken zij ook. Dus dat was natuurlijk een mind-blowing gebeuren. Waarin heel veel vragen komen. Waarom ik? Ik heb niets met spiritualiteit in die tijd. Ik heb niets met graancirkels. Ik mediteer niet. Waarom ik? En dit is voor mij de mooiste boodschap die ik ooit heb kunnen krijgen. Dus ik ging natuurlijk vragen, waarom communiceren jullie met mij? Waarom laat je mij die beelden zien? Want ik voel, ik moet hier iets mee. Toen zeiden ze, jij bent nog niet klaar om dat te ontvangen. Dat kun je nog niet aan, waarom we jou gekozen hebben. En dan, misschien herken je dat, dan gaat je ego aan de slag met je. Zo van, ik zal wel een hele bijzondere ziel zijn. Hè? Er zal wel iets groots achter zitten. Totdat ik een paar jaar verder was en ze zeiden, je bent nu klaar om het antwoord te krijgen waarom we jou gekozen hebben. Dus ik ging er helemaal voor zitten natuurlijk, nu komt het grote antwoord. En een antwoord was, de reden dat we jou gekozen hebben is omdat we wisten dat je dit leuk zou vinden. Nou, dat was een bommer. Dat was een afknapper. Maar dat is eigenlijk wel de boodschap. Als we gaan doen waar we van houden en gaan zijn wie we werkelijk zijn, dan wordt het leven fantastisch. Ik denk dat ze je in de maling hebben genomen en dat er nog een momentje komt waarin ze je... Misschien, maar dat vind ik niet meer belangrijk. Ik geniet elke dag van wat ik doe en ik voel voldoening en ik vind het niet meer zo belangrijk. Heb je daar dagelijks contact mee op bepaalde momenten? Of, Bijna dagelijks. Als ik schrijf of ik maak een nieuwe code, dan heb ik daar contact mee. Ik heb nu wat meer contact dan normaal, omdat ik heel veel informatie aan het opvragen ben. Wat is er nu gaande op deze aarde? Hoe zit dat met dat virus? Ik lees dingen over conspiracy. Ik duik er niet in, want ik vind negativiteit moet je niet mee verbinden. Maar je wilt toch weten wat er gaande is. Ik ben ook nieuwsgierig van aard. Dus dan stel ik meer vragen. Dan verbind ik me iets meer om te kijken, hey, hoe kijkt men daarna vanuit die helikopterview die... mijn gidsen hebben, zo noem ik dat maar even. En daar komen soms verrassende antwoorden. Nou, daar gaan we er gelijk mee aan de slag. Ja, Janus, we nemen deze podcast op midden in een quarantaine. Hè? Er is een virus. We zeiden ook van tevoren in het voorgesprek al even tegen elkaar, laten we het daar juist over gaan hebben. Want, ja, daar hebben mensen nu gewoon iets aan. En er is een COVID-19 lockdown gaande in veel landen. Hier in Frankrijk is het heel zwaar. Wij mogen niet zonder een bepaald formulier en alleen met één tegelijk ergens naartoe. Naar de supermarkt. Mm-hmm. Bepaalde plekken waar je nog naartoe moest mag. En voor de rest mag je niet het huis uit. Mm-hmm. Dus wij zitten hier. We wonen in een community. We wonen hier met z'n tienen. Dus op zich, we hebben gewoon het hek dicht gedaan. Voor het eerst trouwens in de tijd dat het hier loopt. En Terra Nova, zo heet ons kleine stukje aarde, dat we zijn gewoon plat. Mensen die komen schoonmaken normaal gesproken, of mensen die hier komen technische dingen doen, die kunnen gewoon even niet binnen. Uh-huh. En dat is ook wel heel fijn, weet je, dat bevalt ons goed. Maar er gebeurt veel in de wereld en wij zijn natuurlijk allebei, geven we de boodschap aan mensen die zich met ons verbinden. Maar joh, duik niet te diep in die complottheorieën, want dat is allemaal, net als het normale nieuws, angst veroorzakend. Mm-hmm. Maar we zijn ook allebei, en we zeggen, geef het ook aan, hè, als je er klaar voor bent en je kunt eruit blijven,
ja, dan kun je natuurlijk onderzoeken wat er aan de hand is. Ja. En vandaag was er een persconferentie van Donald Trump. Het is vandaag 2 april. En de Amerikanen die zijn de Caribbean binnengevallen aan twee kanten. Dus die zijn een enorme drugskartel oprol-operatie begonnen, zeggen ze. Tegelijkertijd is er een paar dagen geleden in België een notie gemaakt van een groot netwerk, een pedofilienetwerk wat opgerold is. Er gebeurt echt van alles. Hè? Wat vertellen jouw gidsen jou daarover? Nou, mijn eerste vraag die ik hun stelde was, wat is het voor een virus? Omdat je dingen leest dat hij biologisch is, dat hij gemaakt is, een biologisch wapen. Er is een connectie met 5G, je komt van alles tegen. Dus ik was heel nieuwsgierig, hoe kijken zij daarnaar? En een antwoord is heel duidelijk, alles is waarheid en alles is geen waarheid. Het hangt af van je perspectief. Zij zeggen ook, het is niet belangrijk of die gemaakt is of niet. Wat belangrijk is dat alles nu plaatsvindt volgens plan. Dus alle toevalligheden vinden zo plaats dat het klopt met waar onze evolutie nu is. Dat is eigenlijk hun centrale antwoord. En niet hoe en wat, maar meer zo van in het nu klopt alles. En dus ik ben er natuurlijk wel over door gaan vragen. En zij zeggen, we zitten in een hele grote shift. Een paar jaar terug hebben ze al wat informatie gegeven. Ze zeiden 2012 is het energetische keerpunt, het einde van de Maya-kalenders. En het zou 6 tot 8 jaar duren voordat de energie ingezakt is. Ik heb 2 jaar terug ben ik ook workshops gaan geven over de shift die gaat komen, maar ik had niet dit verwacht. Dit was niet te voorspellen natuurlijk, maar wel zo van de Arcturianen zeggen, tussen 6 en 8 jaar is de energie volbracht, dan kan de shift plaatsvinden. In 2012 hebben we natuurlijk ook niet direct grote dingen gezien, dus ik denk, nou, het is echt gewoon een bewustwordingssprong die we met z'n allen gaan maken, dus daar heb ik ook de workshop op gericht. En ze zeggen, nu is het gaande. Ja. En alles volgens hun is trilling. Dus ook de virus is een trilling, is een megahertz trilling. En dan wordt het heel interessant als je die kant op gaat. Want alles is trilling. Dan kunnen we er iets mee doen. Eens. En dat kunnen we ook. En ik vond het een van de mooie kanten van dit virus ook. En jij benoemde dat in jouw webinar afgelopen maandag ook. Is dat kinderen er niet door geraakt worden. Ze kunnen het wel hebben, maar ze raken niet besmet. Nee, de meeste kinderen niet. Dat zal iets heel duidelijk staan. Ja, er zit een hele duidelijke boodschap in. En dan kijken waarom niet. En dan kun je zeggen, ze hebben meer weerstand of dat. Maar dat is helemaal niet zo. Want kinderen juist zijn heel gevoelig voor griepjes en dat soort dingen. Als op school iets heerst, dan, ik weet niet of jij kinderen hebt, maar dan heerst het gelijk bij ons in huis, is de griep. Ja, ik 2. Dus die zijn juist heel vatbaar. Hè? Dan als op school iets heerst, dan nemen ze het mee naar huis. Dus daar ben ik over door gaan vragen. En toen was een uitleg dat kinderen nog veel meer in verbinding staan met de ziel. Ja. Veel meer in het nu leven. Veel meer in hun fantasiewereld leven. Dus minder connectie maken met angst. Minder connectie maken met lagere frequenties. Ze zijn niet bezig met morgen of gisteren. Ze zitten echt in het nu-moment. En dat vond ik wel een verhelderend antwoord. Toen ik doorging vragen ook, dat ze zeiden dat het een frequentie is, ook het virus, of die nou gecreëerd is of niet gecreëerd, laten we dan nog in het midden. Houd dus in dat er ook frequenties zijn die daar overheen gaan. En dan gaan we naar de Schumann-resonantie en de dingen die gaande zijn. Dus vandaar mijn boodschap, als we naar angst gaan en we verbinden ons met negatief nieuws, dan gaat onze frequentie zakken. Dus het is juist nu belangrijk om die frequentie hoog te houden. En leuke dingen te gaan doen. En in liefde te gaan, het hart open te zetten. En onze pijn te gaan helen, waarvanuit we projecties hebben. Hè. Het is jouw schuld dat ik me rot voel. Dus dat moet omgezet worden. Ja. En dat was eigenlijk een beetje de main boodschap van de laatste week van hun frequentie verhogen. Ja, ik noem het Let's Go 5D de laatste week. Ja, nou ja, dat is hetzelfde. Ja, dat is hetzelfde. Ja. Ja. Ja, maar dat is ook de boodschap, want we volgen natuurlijk allemaal die complotten. Q tegenwoordig, wat al een paar jaar speelt. Met ja, Cabal.
de kabal die dan opgelost wordt. En daarom gaf ik wel ook even aan. Hè. Er is nu inderdaad beweging in Amerika. Je ziet inderdaad, het gaat ook heel erg over pedofilienetwerken die nu opgerold worden en dergelijke. Waarmee dus ook een heel stuk wat onze collectieve trilling laag houdt. Opgelost wordt eigenlijk. Hè. Dus het is onderdeel van die beweging naar richting 5D. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar ons weer verbinden. Dat we vanuit een hartsbewustzijn, een Christusbewustzijn, weer met elkaar gaan leven. Net als heel lang geleden, hè, want daar komen we vandaan. We zitten alleen nu in het meest uiterste materiële, donkere stukje van wat er mogelijk is. Hè, universeel gezien, trillingstechnisch. Het was fantastisch om weer een paar duizend jaar te zijn. En ja. 2012 was eigenlijk dat punt waarop we weer zeiden, oké, nou is het genoeg. En nou mogen we weer naar de eenheid. Daar komt toch een waanzinnige reis die we gemaakt hebben. Fantastisch, hè? Ja, we hebben alles mogen proeven. Weet je, ik zeg wel eens, hè, de ziel is liefde. En dan kies je ervoor om in zo'n lichaam te stappen. En dan kun je die liefde ruiken, voelen, aanraken. En worden we ineens bang, weet je. Dus een hele bijzondere reis. En nu gaan we er weer naartoe dat we allemaal toe kunnen laten. Want 5D is natuurlijk onvoorwaardelijk. Dus ik verheug me op de toekomst. Ja, ik ook. Ja. Ik ook. En het zal nog even terug zijn. Het is een beetje je net als berg. Ik hou van bergtoppen beklimmen. Niet zo klimmen, maar... Mm-hmm. En het is een beetje altijd als je een top beklommen hebt... Dan is het altijd het punt waarop je denkt, oh ja, shit, ik moet ook nog terug. Ja, ja. Dus we zijn er, hè, die 2012 piek hebben we bereikt, maar nu is het ook, het is een fantastisch feest. En nu moeten we natuurlijk nog wel terug. Ja. Dus er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Alleen, het belangrijkste is dat we hadden het er net over, hè, in het voorgesprek hadden we het over de pijn en de angst. Is ook een soort geboortepijn, nieuw bewustzijn. Ja. De mensheid komt uit het geboortekanaal. Alleen voor jou en voor mij, voor de mensen die al uit de baarmoeder zijn, hè, die al geboren zijn, is dat best wel een ik kan er vanuit compassie naar kijken, maar het is ook wel schrijnend om te zien hoe eng mensen die geboorte vinden. Ja. En hoe bang ze zijn. En hoe ze zich vast proberen te houden. En die baarmoeder proberen te blijven. En maar dat is natuurlijk enorm ingebakken. Hè? Als je 20, 30, 40 jaar of meerdere levens iets hebt aangeleerd. Als ik geleerd heb dat het gras blauw is, dan kun jij 100 keer zeggen, ja, nou, het gras is groen. Dan valt dat niet meteen dat voor mij ook het gras groen is. Dus dat is een proces. Ik voel heel veel compassie als ik ook dingen zie met vluchtelingen, noem maar op, dan huilt mijn hart. Dat vind ik heel erg. Terwijl mijn onderbewustzijn weet dat het een onderdeel is van de totale evolutie. Maar in 3D is het heel erg. En ik zie veel mensen ook en pijn. Ik zei ook al voordat we starten dat ik het... open uitspreek, dat ik voel dat we een waanzinnige tijd gaan krijgen. Maar ook compassie voel met de pijn die er nu wel gaande is. Mensen die nu dierbaren verliezen, dat is echt iets aan de hand. En daarom is het ook belangrijk dat we met elkaar wel gaan beschermen, ook aan de fysieke kant. En daarom ook sta ik er helemaal achter dat we afstand houden even en thuis blijven. Wat ik moeilijk vind, want ik ben een hugger, ik hou van huggen. Dus dat is echt afkicken. Maar voor het grote geheel, laat me zo zeggen. Dus we zitten eigenlijk met elkaar allemaal op een andere manier in dat geboortekanaal. Dus we zijn misschien wel geboren, maar toch zijn we er wel bij betrokken. Ja, nou nog we erbij betrokken zijn. En het is, wat ik zo mooi vind, is even los van de angst. En een vriend van mij is cameraman, die ziet nu, hè, die is in ziekenhuizen. Die filmt, die ziet het zorgpersoneel, die ziet mensen die overlijden, die ziet mensen die ziek zijn, die continu, je voelt die angst als van dichtbij. Mm-hmm. En die zei ook van, hij hebt hem laatst weer, als ik vertel wat ik zie, dan slaap je een week niet. Nou denk ik dat nog wel mee zal vallen in mijn geval, maar het is wel echt heel erg heftig voor mensen die er middenin zitten, wat er gebeurt. Ja. En tegelijkertijd zie je dat mensen zich met elkaar verbinden. Er zijn talloze meditatiegroepen online. Ja. Mensen geven van alles gratis weg. Of voor hele lage prijzen. Mm-hmm. Mensen komen tot
waanzinnig mooie nieuwe creatieve ideeën en producten. Ja. De aarde doet het fantastisch. Dus de luchtvervuiling is 20-60% teruggelopen volgens KNMI. Ja. Weet je, het is... De zee is aan het herstellen. Ja. Ja, dat is heel dualistisch, weet je. En daarom is mijn tip ook voor iedereen. We hoeven ons hoofd niet in het zand te steken, maar voor onze evolutie is belangrijk focus op de mooie kant. Zodat we versneld die frequentie omhoog krijgen. En dat is voor heel veel mensen moeilijk. Maar toch belangrijk. Ja, want dat is de manier. Want het nieuwe bewustzijn is er al, hè, sinds 2012. We zijn er al. Alleen is niet iedereen zich er nog van bewust. Maar op het moment dat je er bewust van bent en je weet je trilling aan te passen aan het nieuwe bewustzijn, dan ben je vrij. Ja. En dat voel ik in jouw boodschap heel sterk. En dat is ook de boodschap die ik heb. We zijn al vrij. Je hoeft je alleen de deur van de gevangenis staat wijdwagen open. Je hoeft alleen maar buiten te wandelen. Ja. En zo simpel is het ook. En aan de andere kant is het niet zo simpel. Weet je, als je nog vol overtuigingen zit en je hebt nog blokkades zitten die nog niet geheeld zijn, dan is dat een veel grotere stap. Ik leg wel eens uit, om het simpeler te maken, hoe vaak in je leven heb jij keuzes gemaakt, terwijl je daarvoor misschien een jaar al daarover twijfelde. Hè? Moet ik die keuze wel maken? En wat richt ik aan? En wat zijn de gevolgen? Dus we stellen die keuze uit. En dan maak je die keuze en dan denk je, ja, heb ik me daar nou zo druk over gemaakt? Dat kennen we allemaal. Dus dat probeer ik vaak ook als voorbeelden te pakken. Zo is dit ook. Dus maak die keuze. Maar ja, als we ergens middenin zitten, dan is het vaak anders. Dan zien we vaak die deur niet, die uitgang niet. En daarom doen we denk ik met z'n allen heel mooi werk om mensen te helpen die deur te vinden. Ja, want dat is inderdaad waar. En dat is ook, we zijn ook allebei healer. Allebei op onze eigen manier. En het is misschien ook wel goed om even in te zoomen op juist die blokkades en die trauma's en die beperkende overtuigingen en die niet eigen energie waar mensen mee worstelen. En implantaten en entiteiten en alles wat daarbij hoort. Ja. Want hoe ga jij daarmee om? Wat is jouw... Ik werk vooral energetisch, omdat ik geleerd heb dat alles trilling is. Alles is frequentie. Dus angst is een vertrilling, is een frequentie en dat gaat zitten in ons celgeheugen, waardoor we een stuk kunnen helen uit het verleden. Maar de habit blijft, omdat het celgeheugen, het lichaam, nog steeds de veronderstelling heeft dat die blokkade daar nog zit. Dus ik werk vooral op dat celgeheugen, op de frequenties daarvan, om daar de energie om te zetten. Dat doen de activaties ook. De activaties die brengen trillingen van binnenuit. Je hebt meditaties, geleide meditaties doe ik ook. Maar geleide meditaties zijn van buiten naar binnen. Je luistert naar een stem. Je laat dat binnenkomen. Activaties werken precies andersom. Die werken van binnen naar buiten. Dus die activeren iets in jou. Omdat je ziel, je onderbewustzijn is geometrie. Je lichaam ook fysiek, alles is geometrie. Dus het gaat resoneren. En dan komt het naar buiten. En wat naar buiten komt, kan losgelaten worden. Dus dat werkt heel erg op celniveau qua trilling en frequenties. Dus je hebt eigenlijk twee soorten healingen. Dat is A, het proces wat het veroorzaakt heeft, de blokkade waar die zit. Of het kan zelfs fysieke dingen geven. Als een blokkade er lang zit, gaat het lichaam daarop reageren. En daarnaast heb je het celgeheugen. En dat vergeten mensen vaak, want ik hoor vaak in workshops dat ineens bepaalde emoties komen, dat ze verbaasd zijn, dat ze zeggen, hé, hier heb ik al aan gewerkt. Ik zeg, ja, je hebt aan de blokkade gewerkt, maar je celgeheugen is nog niet schoon. Dus je lichaam denkt nog steeds dat die blokkade er nog zit. Ja, dat kom ik ook tegen. En angst en oude pijn en oude angsten, die stoppen die groei. Dat houdt onze energie laag. Dus het is echt tijd nu om dat allemaal aan te pakken voor jezelf. Naar binnen gaan, voelen, accepteren, niet vechten tegen je pijn of tegen je verdriet of tegen je boosheid. Maar het mag er gewoon zijn, maar laat het gaan. Ja. Dat is voor mij het proces wat gaande moet. Als we tegen gaan vechten, dat gaat groter worden. Concreet uit, hè? Stel, ik kom bij jou en ik heb iets te helen.
Wat ook is een mooi woord, hè? Heel. We zijn heel. En iets resoneert op een trilling die niet helemaal bij ons past. Op het moment dat we die trilling weer harmoniseren, dan helen we. En dan worden we nog meer... Weer compleet, ja. Precies. Ja. En maar hoe zit het? Ik kom bij jou, er zit iets in mij te helen. Hoe pak je dat dan concreet aan? Ik werk met mijn ogen. Ik wil eigenlijk liefst zo weinig mogelijk van je weten. Omdat dat kan mij beïnvloeden. Dus ik ga een lange tijd jou in de ogen staren. Dus ik maak verbinding met de ogen. Omdat jij je hele lichaam kunt manipuleren. Hoe jij beweegt, hoe jij praat. Kan jouw tweede natuur zijn, je aangeleerde natuur zijn. En dat kan iemand, de saboteur noem ik dat even, afleiden. De ogen zijn de poorten van de ziel. Dat is het enigste orgaan in jouw lichaam waar jij geen invloed op hebt. Je ogen spreken altijd de waarheid. Dus ik connect via de ogen. Dan tune ik in. En als het ware verdwijnt dan je lichaam fysiek voor mij. En dan blijft daar een soort grid over. En dat grid kan ik zien, kleuren, bewegingen. En zie ik waar de energie niet stroomt. En dan ga ik daarmee aan de slag. Mooi. En wat doe je dan? Energie verplaatsen. En dan ga ik het ook benoemen. Want het is heel belangrijk, het benoemen of het schrijven. Ik laat mensen ook vaak dingen opschrijven of juist dingen uitspreken. Dan maken we het weer aards. Hè? Anders blijft het aan die energetische kant zitten. Dus we moeten het wel hier brengen. Dus daar gaan we er wel over hebben. We gaan het bespreekbaar maken. Maar de helingen, alles doe ik met mijn ogen. Wauw. Ja. Wat een gave. Ja, ik heb ook een opleiding gedaan. Dat ga ik ook wel weer opstarten om mensen dit te leren. Want het is deels misschien een gaaf, maar het is heel simpel. Het is kijken met je hart. Als je dat doet, zou het een mogelijk idee zijn om die opleiding te komen geven in een centrum in Zuid-Frankrijk? Ja, natuurlijk. Ik zei in het begin al, ik hou van reizen. En ik hou van wat langer met mensen bezig te zijn. Kijk, als je een dagworkshop doet, dan is het zenden. Hè? Dan deel je informatie. Dus daar organiseer ik heel veel reizen en retreats. Want ik hou van diepgang. En ik hou van connectie. Ik hou van mensen. Dus ik vind het altijd leuk om retreats te doen. Om 2, 3, 4, 5 dagen met mensen, kleine groep samen te zijn. Want dan kun je echt heel veel bereiken. Dan heb je veel meer tijd. En dan kun je veel dieper gaan. En dat vind ik magisch. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Wij zitten hier midden in Katarenland. Hè? Het is een van de hoogst trillende regionen van Europa. Tegen de Pyreneeën aan. Die liggen daar. Mm-hmm. En dit is echt een fantastische plek om te werken. En het lijkt mij ongelooflijk leuk om jou... Ja, ik krijg kippenvel, dus dat wil zeggen dat ik je eraan ga houden. Deal. Nou, bij deze. Goed. Hey, wat leuk. Gaaf. En, als we dan toch daar zijn, want we hebben het over healing. En hoe pak je dat aan, hè? Het doorgronden en ontwortelen, zeg je. Noem ik het altijd. Jij zegt, het doorgronden doe ik met mijn ogen. Ik zie het grip, maar vervolgens kun je ook via de ogen dus die heling plaats laten vinden. En wat ik doe hier is, ik heb hier een piramide, ik zei het al, een koperen piramide van 4 bij 4 bij 2 meter 40, waar ik met groepen van 10, 12 mensen in kan zitten. Ja, ik doe ook grotere groepen, grotere groepsretraites van 20 mensen, maar dan doe ik geen individuele sessies. Maar alleen maar groepswerk. En in het groepswerk werk ik met muziek, drum, frequentiegeleide. Ja, dat kan van alles zijn. Zang, ademhaling, energietransmissies, transformatieprotocollen. Dus waarbij we iemands spirit aanroepen om door diegene heen... te werken. En één op één werk ik ook met breng mensen over het algemeen in trance en werk dan ook met protocollen waarmee ik de energie, ik raak iemand ook niet aan. De energie komt in en die kan hele oude trauma's helen, hele oude pijn helen. Soms ook voorouders, opa's, oma's die er nog aan vastzitten. Ook entiteiten komen we ook tegen. Entiteiten, implantaten en dat soort van gekkigheid. Alle overtuigingssystemen die we transformeren. Niet eigen energie die we eruit halen. Hè? Dus alles wat er ooit... Wat er aangeleerd of geplaatst. Ja.
En dan dat vervolgens weer vullen met wat iemand wel wil. En iemand en wat wel past en wat authentiek is en wat ook bij het zielsverlangen past. Zodat iemand, of zodat de deelnemer ook de deur uitgaat. Niet alleen geheeld, maar ook met helderheid. Van, ja, okay, en verder kunnend, ja. Exact. Ja. Mooi. Het is fantastisch. Dit is de mooiste baan die er is. Ja, precies. Ja, dat voel ik ook. Elke morgen als ik wakker word, denk ik, goh, wat ben ik een gezegend mens. Dat ik hiermee mag werken, dat ik dit mag doen. En dat is ontzettend gaaf. Ja, dat delen we. Ja. Mooi. Ja, fantastisch. En die, want ik ben nog, die geometrie ben ik... mijn vraag is volgende. Want de code, jij werkt met codes. Ja. Je hebt geometrische codes en geluidscodes. Ja. Krijg jij beide codes door en ook wat iets activeert? Ja. Als ik ze maak, krijg ik heel veel informatie. Dus als ik een code maak, dan krijg ik daar heel veel informatie bij. Ik maak vaak eerst schetsen en dan ga ik in een bepaalde trance. En dan ga ik naar mijn computer en dan ga ik hem maken. Ik begin altijd met één lijntje. En daar ontstaat het uit. Ik weet van tevoren niet exact wat het gaat worden. Wat heel veel mensen niet weten is dat al mijn geometrische patronen niet kloppen. Soms krijg ik wel eens een berichtje dat iemand met een lineaal op zijn scherm zit. En die zegt, Janos, hij klopt niet helemaal. Nou, dat klopt. Anders zou het mandala zijn. Mandala zijn 100% perfecte geometrische patronen. Ja. De mijne werken allemaal 9% af. En dat kun jij niet zien. Je onderbewustzijn ziet dat wel. Als zou het 20% afwijken, dan zou je gelijk zeggen, hé, die klopt niet. Dus dit is een beetje gezichtsbedrog. Maar doordat die 9% afwijkt, gaat je onderbewustzijn het recht zetten. En daarom is het een activatie, want dat brengt energie in beweging. Ja. Dat wist ik in het begin niet. Ik heb ontzettend zitten aanklooien, omdat ik zelf ook met een lineaal op een gegeven moment ging kijken. Denk, hé, het lukt me nog niet helemaal zoals het moet. Tot ik de informatie kreeg waarom het niet lukte, want ze moeten een afwijking hebben. Dus ik maak eerst een code en daar krijg ik nummers bij, daar krijg ik informatie bij. Als ik die af heb, gaat die naar BMN. BMN gaat ook in een soort trance en die gaat die code hierin omzetten in tonen en frequenties. Zo werken we eigenlijk in zo ontstaande activaties. Dat is een basis language, dus we werken met de 5 patronische lichamen. En de Cube of Metatron en de Flower of Life, dat zijn eigenlijk de basistaal van de geometrie waar alles in zit. En die hebben allemaal een betekenis. Ja, Flower of Life. Dus die hebben allemaal een betekenis, een trilling, een frequentie. En ga je daar combinaties in maken, dan ontstaat er een taal. En als je kijkt naar die Flower of Life, wat kun je daarover vertellen? Ja, Flower of Life is eigenlijk de hele geschiedenis in samengevat. Hè. Het is eigenlijk een celdeling. Dus alles is ontstaan vanuit één cel. Hè. Is die één cirkel. En die cirkel is zich gaan delen. Hè. En die zijn ook weer gaan delen. En zo ontstaat het leven. Het is ontstaan uit één zaadje. Hè. Één lampje, of hoe je het wil noemen. Of één sterretje. Dus Flower of Life vertegenwoordigt voor mij dat alles uit dezelfde bron komt. En dan als je die Flower of Life legt, zitten daar verhoudingen in. Dat heeft te maken met de gulden snede. Vandaar dat ook alle platonische lichamen daar weer in passen. Nou ja, als je echt hier diep in wilt, kan ik wel een jaar vullen. En dan heb je nog niet alles. Geometrie is zo boeiende materie. Ik weet ook niet alles. Als je voor kunt stellen dat in de mystery scholen van Egypte er een 24-jarige opleiding was om met geometrie te gaan werken, dan weet ik eigenlijk nog niets. Maar ik ga op gevoel en voor mij werkt het en voor heel veel mensen ook, wat ik terugkrijg. We kunnen het niet filteren. Weet je, ik zeg wel eens, alles wat ik deel is mijn filter. Hè? Is mijn bagage zit er nog in. Zoals ik al eerder zei, de eerste jaren stuurde ik ontzettend angst voor afwijzing. Ik heb wel eens gezegd, dat heb ik ooit uitgevonden. Duizenden jaren geleden is mijn uitvinding, angst voor afwijzing. En dan ga je dus, waar wil ik naartoe? Ja, dat die geometrie dus een taal is, die kan ik niet filteren. Dus als ik met jou praat en ik geef mijn energie mee van angst voor afwijzing, dan ben ik misschien niet helemaal mezelf. Hè? Dan krijg ik gedrag. Hè? Neemt hij me wel serieus? Hoort hij me wel? Begrijpt hij me wel? Dat is gedragspatroon. Dus onze communicatie is eigenlijk dualistisch, is competitie.
En nu hebben wij dat niet, we zijn allebei daar doorheen. Maar in heel veel taal is dat zo, competitiedualiteit. Iemand wil gelijk hebben. Geometrie kunnen we niet filteren. Daar zit geen geschiedenis achter. Het ene is de geschiedenis die erachter zit, dat wij daaruit voortgekomen zijn. Dus het doet ons ook herinneren aan thuis. Het is een soort, ik hoor ook vaak van mensen bij activaties, ik kom thuis. Maar dat is logisch, want je bent geometrie. Dat heeft niks met mijn codes te maken, want er zijn heel veel vormen van geometrie. Het is maar een vorm die ik gebruik. Maar het is wat we zijn. Alles wat we zien, alles wat bestaat, is gebaseerd op de gulden snede geometrische patronen. Fibonacci code, ja. Want ja. Jij noemde net ook Melchizedek Cube. Ja. Dan heb je het waarschijnlijk over Merkabas. En dat die zag ik ook in jouw activatie afgelopen maandag. Die Merkaba-energie die is heel sterk. Ja. En wat kun je daar iets over vertellen? Nou, dat is natuurlijk de vorm van ons veld. Hè? Merkaba is een licht lichaam, een licht voertuig. En de Merka is een hele belangrijke vorm die ons beschermt. Die ons ook verbindt tussen de aarde en de kosmos. Het zijn natuurlijk twee piramides die in elkaar schuiven. En dan hebben we die Merkaba zit om ons heen, is ons veld. Bij de mannen staat die anders dan bij de vrouwen. Dat is een andere draaiing. En daar kunnen we heel veel dingen mee doen. Dat beïnvloedt onze voelen, onze emoties. Door de Merkaba te verplaatsen kunnen we onze emoties beïnvloeden. Maar kunnen we ook helingen doen. Dus Merkaba is een belangrijk teken. Ja, maar je hebt ook activaties in de... Ja, er zijn 13 universele sleutels, noem ik het, universele codes. En die zijn allemaal gebaseerd op de merkbare energie. Dus dat zijn eigenlijk frequenties die nog niet in ons zitten, die we weer moeten herstellen. Dus zoals eigenliefde, zelfvertrouwen, dat zijn frequenties, dat zijn basisfrequenties. Hè, die gaan we weer aanzetten. Maar er zijn 13 frequenties, zoals het Christusbewustzijn, die nog niet weer in ons volledig geactiveerd is. Dat zijn universele codes, die zijn allemaal gebaseerd op de ster tetrahedron, de Merkaba, zeg maar. En kan ik die 13 frequenties ook over de 13 dimensies heen leggen? Ja. 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 Mooi. En die heb jij die allemaal ergens online staan? Die kan ik zo bij jou op je website... Allemaal op mijn website kun je ze vinden. En we hebben een app, Inner Space, waarin zo'n 70 activaties zitten. Die kun je dus zelf doen. We gaan nu elke 10 dagen een webinar geven waarin we een activatie delen. Aanstaande vrijdag, ook omdat het Goede Vrijdag is, maar ook de frequentie die nu heet, is Christusbewustzijn. Het is vrij hoog, ook een merkbare frequentie. Dus die doen we volgende week vrijdag. Daar verheug ik me enorm op, want ik hou van die hogere frequenties. Dat is de 9e? 10e. Vrijdag de 10e, ja. We zagen ze een webinar, hetzelfde als wat jij gezien hebt, en dan met het Christusbewustzijn als thema. Ja, gek. Doe mee. Ja, ja, leuk. Je hebt nog meer, toch? Want je hebt ook een nieuwe online... Workshop. Ja, dat is de Cosmic Care. Cosmic Care heb ik ontworpen omdat ik in het begin van de hele coronavirus ontdekte dat de massabewustzijn in de angst ging. Dat de frequentie ging zakken. Toen dacht ik, ik wil iets maken waarin ik mensen 3-4 weken bij de hand kan nemen met elke dag een kwartiertje, 20 minuten iets te gaan doen, om die focus te houden. Om met activaties en meditaties bezig te gaan, maar ook met kleine rituelen. Om de aandacht weg te halen bij alles wat te gaan is in de wereld. We zitten toch thuis. Dus sluit je dan ook energetisch een beetje meer af en ga naar je eigen proces. Dus... Sorry, daar zitten healingen in, daar zitten transformaties in, daar zit meesterschap in. Om mensen weer bij hun eigen meesterschap te brengen, zeg maar. We gaan door allerlei lagen heen, zelfhealing, zelfhelend vermogen gaan we weer aanzetten. Dus dat is een heel leuk project geworden. We hebben in een week met een paar man heel hard aan gewerkt. Op een gegeven moment voelde ik, we moeten dit nu neerzetten, het is nu nodig. Dus dat loopt sinds een kleine week nu. Cosmic Care. En wat kan ik dan verwachten als ik... want dat zijn het ook initiaties? Is het geluid? Ja, het is beeldgeluid. Dus Cosmic Care zijn steeds fases van 4 dagen. Hij bestaat uit 8 fases.
De eerste drie fases hebben alles te maken met helingen. Hebben te maken met angst, met blokkades, met alles wat geheeld wil worden. Dan hebben we een 3 dagen processing. Er zitten activatie, meditaties in die alles te maken hebben met het verwerken. En dan gaan we bouwen. Dan gaan we telepathisch vermogen activeren. We gaan je eigen meesterschap activeren, Christusbewustzijn. Dus dan gaan we die frequenties weer terugbrengen. Wat jij een beetje zei, je heling. Je gaat weghalen wat geheeld wil worden of wat niet meer past. En we gaan het weer vullen, de gaten opvullen van je DNA met de frequenties die jou nu weer heel maken. Dus dat is een beetje het proces van de Cosmic Care. Het programma is 3 weken. Maar we laten hem gewoon open, want sommige mensen willen bij bepaalde thema's iets meer tijd nemen. Dus mensen zijn vrij in hun eigen ritme, zeg maar. Dus elke fase heeft een introfilmpje waarin ik uitleg waar die fase over gaat. Wat we kunnen verwachten als we hiermee aan de slag gaan. Zodat mensen ook voorbereid zijn. Er kunnen soms heftige dingen naar boven komen. Daar zitten meditaties in. Daar zit body language in. Geometric body language. Dat is een soort Qigong, zeg maar dan gebaseerd op geometrie. Daar zitten ademhalingstechnieken in, geleide meditaties in. Dus elke fase heeft dus een stuk of 6 dingen erin zitten. De ene houdt meer van geleide meditaties, de andere wil liever met ademhaling aan de slag. Maar allemaal gebaseerd op dat thema van die fase dan. Ja. Ik zal je vouchercode sturen, dan kun je het gaan uitproberen. Ja, dat vind ik leuk. Dat heb je allemaal in een week neergezet. Ik vind het knap. Ja, mooi. Met passie is alles mogelijk, hè? Mensen vragen me wel eens vaker, je doet zoveel, hoe red je dat? En je hebt ook nog een gezin. Ik zeg, ja, ik heb soms helemaal niet het gevoel dat ik werk. Ja. Weet je, dat doet passie. Dan komen de miracles, hè? Ja, mooi. Ja. Miracles exist. Ik wil jou in contact brengen met een vriend van mij. Die is ook een lichtwerker die hier 3 kwartier vandaan woont, richting Le Rennes Château. En die werkt met soundcodes, waarmee die heel vergelijkbare dingen doet. Atlas-balancering is een veel doet. Maar ook alles van merkbaar activatie tot... Noem het leuk. Al. Alleen hij maakt de klank zelf. Wauw. Dus de klank is... En dat heeft hij helemaal ontwikkeld in die soundcodes. Ongelooflijk gaaf fan. Ja. We geven samen ook conscious breathing concerten. We hebben samen met Birgit Sittema, met haar fantastische stem. En hij heet Emmerich Blanc. Die hebben Terra Nova Tribe. Dus we zijn een soort spirituele band gaan. Ja. En hij speelt bijvoorbeeld op een... ik ben vooral percussie. En hij speelt op een kristallen didgeridoo. En met de stem van Birgit komt daar zo'n... En we hebben laatst een concert gegeven. Nou ja, mini-concert. 200 mensen in Amsterdam. En vlakbij Amsterdam. En daar hadden we dus een formatie van ons, van 8 mensen. Op het podium met drums. Met het is echt van waanzinnig wat er dan... Gaaf, ja. Ja. Ik ga vanavond een concert geven. Waarschijnlijk... wordt deze podcast niet voor vanavond uitgezonden. Maar het is misschien wel leuk als je het ook leuk vindt. We gaan vanavond... Stuur een linkje, vind ik leuk. Conscious breathing. En ik wil het eigenlijk onder donderdag gaan doen. Gedurende deze crisis. En dat is ademhaling, energietransmissie, muziek. De drumstem van Birgit en trance. Waardoor mensen spontaan eigenlijk zichzelf in transformatieprocessen ademen. Mooi. Los kunnen laten en zich weer kunnen gaan verbinden met hun bron. En dat is verschrikkelijk gaaf om te doen. Dus dat gaan we straks als me voorstellen. Wij klaar zijn, gaan we lekker repeteren. Leuk. Ja. Dus als je vanavond om 8 uur wat... ga ik doen. Vind ik leuk. Dat is leuk. Ja. Ja, ga ik doen. Vind ik leuk. Nou, te gek. Ja, wat mooie dingen, Janus. Hey, want jij geeft ook... jij doet ook allerlei reizen, hè? Bergen met mensen. Ik organiseer retreats, maar ik probeer altijd plekken te zoeken die niet zo makkelijk te bereiken zijn. Ik ben mijn laatste reis, daarna moest het stoppen, was in Baikal, dat is in Siberië. Dat is het diepste meer ter wereld. Dat was helemaal dichtgevroren, het was -27. Dat was ik met een groep van 14 man. En gaan we dingen met de shamanen doen, workshop, maar ook excursies, veel interactie.
Ik ben een aantal keren naar Baluka geweest met een groep. Daar gaan we te paard naar de Heilige Berg Baluka. Maar ik ga ook naar de graancirkels, naar Glastonbury. Ik had plannen om naar de Qatar te gaan. Stond ik op een verlanglijstje, maar dat is nu al bij deze geregeld, hoorde ik net. Kunnen we naar de Bukarest? Ja. Dus ik hou van workshops te geven, maar niet op standaard plekken, weet je. Ook waar de energie mee werkt, waar de wat krachtplekken zijn of waar de omgeving klopt. Dus ik zoek altijd naar niet een standaard huisje op de hei, om het zo te zeggen, met alle respect. Maar ik hou van bijzondere plekken. Ik heb goede contacten in Rusland en dat kun je zelf niet regelen vanuit hier. Dat maakt het voor mij dan meer bijzonder, dat je daar met een groep naartoe gaat, wat normaal niet zomaar te doen is. Ja. Dat vind ik leuk. Ja, ja. Mooi. Jij bent niet Russisch, hè? Nee, ik ben een Drent. Ja. Drent, ja. Drent. Ik ben een Hollander. Er zei laatst iemand, ja, Janus is toch een Rus? Nou, ik denk niet dat hij altijd... Dat denk ik niet. Nee, ik doe heel veel in Rusland. Ik heb heel veel mensen in Rusland. Ik geef veel workshops in Rusland, ook voor Russen, met een tolk. Maar ik ben geen Rus, nee. Het is wel mijn tweede thuisland. Ik voel me heel thuis in Rusland. Dus ik zal zeker daar een aantal levens meegemaakt hebben. Ja, die energie zit er wel in, ja. Ja. Mooi. Ja, dat is het. Het is fijn om je te ontmoeten. Dankjewel, in de wederzijds. Ja. Het zal niet de laatste zijn voor mijn gevoel. Nee, dat idee heb ik ook niet. Ja. En het is ook niet de eerste. Misschien fysiek, maar energetisch zeker niet. Nee, wat fijn, wat mooi. En we hebben dezelfde missie. En ik denk dat het is ook fijn om misschien af te ronden met... ik wil het niet een boodschap noemen, maar wel een soort van, misschien een rustbrengende, we noemen het gewoon boodschap. De boodschap van ons beiden, om wat meer rust te brengen, met name onder lichtwerkers en onder bewuste mensen die heel erg bezig zijn met complottheorieën en met wat er allemaal gebeurt en zich daarin verliezen. En die complottheorieën en wat er gebeurt, dat hele Q-verhaal en zo, kan allemaal heel erg waar zijn. Het kan ook zo zijn dat we over een paar dagen zonder internet komen te zitten. Het kan allemaal heel erg waar zijn. Alleen, wat ook de uitkomst ervan is, het is heel fijn en heel goed, maar het is niet anders dan gewoon nieuws. Ja. Het is niet gewoon een gebeurtenis in de wereld. Het bestaat al eeuwen, hè? Illuminati, noem maar op. Precies. Dus het is een onderdeel van deze wereld. En jij kiest waar je mee verbindt. Exact. Alles is een keuze. De essentie is dat je daar uitstapt en er best mee bezig mag zijn, maar niet energetisch in zit en iedereen naartoe stuurt van, oh, kijk, ja, dit, oh, kijk, ja, dat. Maar met wat meer afstand naar kijkt, zegt, oké, dat zou kunnen gebeuren. Ik neem het als kennisgeving aan, net als dat ik als kennisgeving aanneem dat er dingen in de wereld, andere dingen in de wereld gebeuren. Maar ik focus me, en daar is deze tijd ook voor. Ik sprak laatst een grootmoeder uit Seattle, grandmother Robin Youngblood, via de, ik was met haar aan het appen. En zij zei ook, Robert, wat wij geloven als Indianen, is dat Moeder Aarde met een zuiveringsproces bezig is. En ze zei, dit is van, we hebben als mensheid een aantal waarschuwingen gehad op dit vlak. Nu worden we teruggebracht naar onszelf. We mogen naar binnen, we mogen thuis blijven. We mogen nadenken, reflecteren, mediteren, in onszelf gaan. Ondertussen zien we dat Moeder Aarde het hartstikke goed doet. En als we zo meteen uit deze, als we de beweging naar buiten weer mogen kunnen gaan maken, kunnen we die lessen ook integreren in het leven. En uiteindelijk is dat waar het om gaat nu. En ik geef het stokje door aan jou. Focus op die vijfde dimensie. Focus op dat Christusbewustzijn. Focus op dat eenheidsbewustzijn. Focus op de liefde. En omdat dan inderdaad alles op zijn plek valt. Ja. Stokje door. Zo. Ja.
Nu draag je het over, je hebt eigenlijk alles al gezegd. Maar ik zou nog een klein dingetje willen toevoegen. Is maak het niet complex. Weet je, want het is niet complex. Dus mijn boodschap zou zijn, verbind je met datgene wat jou nu voedt in positieve zin. Simpeler kan het niet zijn. Zo zou ik het willen afsluiten. Ja, fantastisch. Doe waar je blij van wordt. Mooi. Ja, precies. Mooi. Doe wat je voedt. Ja. Zo simpel is het. We kunnen het heel complex maken. Meer hebben we niet te doen. Dankjewel. Ik vond het een waar genoegen. En we gaan nog meer van elkaar zien. Superleuk. Zeker. Dankjewel. Ik vond het heel fijn. Dank je. En bedankt voor het kijken naar deze podcast met... of luisteren natuurlijk. Dat kan ook naar deze podcast met Janosch. En Cosmic Care heet zijn nieuwe programma. En kijk ook even op de Facebookpagina van Terra Nova Center voor onze concerten, onze online retretes en al het andere moois wat we te bieden hebben. En dank voor je energie, voor je tijd en je aandacht. Dankjewel.